Welkom bij het Alblasserwaard-journaal van 1 november 2021. De sfeer bij Alblasserwaard lijkt buitengewoon te zijn. Er is door onze reporters ter plaatse vastgesteld dat het personeel hier zo graag werkt dat ze al extra vroeg voor de deur liggen. En als de deur dan opengaat, is men niet te houden. Men verdrinkt elkaar bij de bureaus en telefoneert dat het een lieve lust is. U ziet hier dat de makelaar buitengemeen druk is. Collega's helpen de makelaar stevast om correct en tijdig op zijn afspraak te verschijnen. Laten we hopen dat de makelaar daarbij de snelheidsregels in acht neemt. Maar boven alles blijkt wel dat de klanten koning zijn. Eenmaal bij de klant binnen gaat de makelaar in een vertraging en spreekt 100 uit. Men ervaart zonder meer toewijding en deugdzaamheid van deze makelaar. Vervolgens laat hij zeer geëngageerd een enorm aantal belangstellenden een woning zien welke te koop staat. Men komt en gaat, kijkers van velerlei pluimage. Enigszins vermoeid bezoekt de makelaar ook het kantoor in Sliedrecht. Maar hé, wat gebeurt er nu? De makelaar is in slaap gevallen. Maar gelukkig bekommeren zijn collega's zich om hem. De makelaar wordt gewekt en opnieuw wordt hij met voortvarendheid de deur uitgewerkt om zijn arbeid uit te voeren. En zie daar, de begeestiging slaat weer toe en hij fietst alsof zijn leven ervan afhangt. En de makelaar is ook dekselshandig, hebben we vastgesteld, want hij plaatst eigenhandig een te koopbord in de tuin. En dat terwijl dat de avond al is ingetreden. Wat een kracht, wat een samenwerking. Hulde! Alblasserwaard makelaars zetten op 20 jaar een stapje extra.